Eigenlijk wat ik nu weer aan het doen ben, is ik heb hier allemaal heel warm water. Zo, alles helemaal zoals jullie hebben gezien. Het is heel lang tijd geleden trouwens dat ik het heb laten zien. Ik zat net te kijken naar een vlog en wat heb ik eigenlijk op een vlog ook weer. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. En net deze werkshirt aangedaan. Zo. Hoppakee. Even nu even een bandje omdoen. Smart omdoen. En dan even een messy. Even voor mijn werk. Zo. Dus tijd zit ik een schoen aan te doen. Hoppakee. Ja, komt u maar, smart. Even luisteren naar mij. Ja. Maar eerst even schoen aan. Zo. Ik moet niet uit beeld gaan natuurlijk. Dus tijd een wisje. En deze. Zo. Habes. Zo. En wat we nu gaan doen is even staartje en dan klaarmaken om koffie en Gaia eten te geven. Doe ik wel even bril af, is makkelijker. Hoppakee, dat is klaar. Nu maar koffie zetten maar. Ruimte ook nog. Maar eerst even kan je eten geven, natuurlijk. Voordat ik dat ga doen, even radio aanzetten. Oh, ook even een auto stond al in mijn vrek. Zo. En over 9 minuten alweer 5 uur. En nu maar even kan je eten geven. En mezelf koffie zetten, maar eerst even koppen. Zo. Dus 1, nu ga je, hè? Zo. Ja. Hoppakee. Ja. Alsjeblieft, jongen. Zo. En dan ga ik lekker tussentijd even koffie zetten. Alleen hij staat op. Hoe die altijd stond natuurlijk en hoe wat hij koffie heb. Oh. Zo. Hoppakee. Ga eerst even die melk eruit. Even lekker gewoon een koffie zetten. Laten we dat ook even lekker doen. En lekker wakker worden. Oh. Zo. Rolt hij even open. Even mijn shirt even goed. Zo, die zit goed. Zo, even normale koffie. Zo. Oh, even wennen gewoon omdat het zo donker is en ik zo moet lopen. Alleen waar ik nu echt zo benieuwd naar ben, is eigenlijk de temperatuur, hoe warm het nu is. Want ik hoorde al, ja het is fris en dit en dat, zus en zo. Maar dan ben ik nu benieuwd hoe het dan met vastlopen is. Of het er nou te koud voor is of niet. Maar ik ga het dadelijk voelen. En ik heb dus, algemeen heb ik die, dus niet zo snel koud. Maar ik ben wel benieuwd naar. In ieder geval lekker van deze bak koffie genieten. En ga ik klaarmaken om naar mijn werk te gaan. Zesje beginnen. Dus gelukkig heb ik nog een half uurtje om even lekker bij te komen.
Mensen, sommige mensen klagen mij al voor gek. Waarom zo vroeg, joh? Maar totdat ik zeg, ja, dan kan je een beetje bijkomen, kan je nog even koffie drinken. Dan zeggen ze van, oh ja, ja. Dan zeggen ze dat het logisch is. Zo, net lekker thuis gekomen. En wat ik nu weer aan het doen ben, is ik heb hier allemaal heel warm water. En daar zat allemaal viezigheid in. En dat water ben ik nu aan het minsen. Ik heb dan al iets aangedaan, dat ik juist die reinigen gaat schoonmaken. En dan hoop dat hij gaat schoonmaken, want dat is hij nu aan het doen. Hij is even aan het cleanen. En dat moet even gebeuren namelijk. Want alle melk heb erin gezeten. Kijk dan. Zachte stem, ik weet niet of jullie kunnen zien, maar... Tussentijd even lekker radio aanzetten. Ik ga het denk ik nog één keer doen. Dan ga ik hem even vullen met water weer. En dan... Even weer laten cleanen. Hoe meer ik ga doen, hoe beter het is. Dus... In ieder geval nu nog een keer doen. Die hoef ik niet te hebben. Zo. Want deze heb ik laten schoonmaken. En dat ga ik nu nog een keer doen. In ieder geval even water in gooien. En dan... Zo, even laten cleanen. Zo. Zo, hoppakee. Hoe vaker ik doe natuurlijk, hoe beter dat is voor de machine. Zo. Want dan heb ik hier een schoteltje en dan gaat hij dat allemaal doen. Zo, hoppakee. Clean. Kijk, zo ziet dat dus eruit. Al die rood. Kindje, misschien wel. Ja, dit zullen we nog een keer doen dan. Zo, nog een keer. En nu kijk je vanaf zo'n pek. Kun je dat kunnen zien? Oh nee, dat zie je niet. Maar in ieder geval, En tussentijd is het bijna half elf geweest. Net thuis gekomen, ik zie hier allemaal uit de pot komen. Nog één keertje, want ik kan voor mij 3 keer doen totaal. Zo, nog één keer. Zo, hoppakee. Want dan moet even veel gemaakt worden, want dat vind ik even belangrijk. Tussentijd zie ik dat pot heb. Aan de bewoners, maar ik weet niet of de post is. Kijk. Oh, de liefde is hier al. Ik kon mij zo checken of hij leeg is. Namelijk. Ja, dat hij leeg is. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat hij al zo voldoende is. Schoon. Hoppakee. Nu maar even lekker relaxen. En dan een beetje hier alles hier opruimen nog. Moet ook nog gebeuren. Dus hij is even bijkomen van het werken. Thank you.
zoals jullie hebben gezien. Het is heel lang tijd geleden trouwens dat ik het heb laten zien. Maar in ieder geval, ik dacht ik ga het laatste keer zien. Omdat het heel lang geleden is, dacht ik, weet je, ik laat het een keer zien in de vlog. In ieder geval, nu even lekker relaxen. Dadelijk even boodschappen doen voor bovengroep, maar ik zit al te de tussentijd op kant schoenmaken was. Zal ik eigenlijk al te denken, wat kan ik eten? En ik kan ook eerlijk zeggen, ik heb niet gelijk alles in één keer gedaan. Met, zoals jullie gezien hebben, deze kastjes en hier het hele huis een beetje op orde gezet, tafel schoongemaakt. En ja, dat was het eigenlijk. Maar ik heb niet dat achter elkaar gedaan, ik heb even deze dit met de tafel gedaan namelijk. En daarna even een paar minuutjes pauze, uurtje of zo. En daarna, nu later, heb ik gestopzuigen geteld. En ik was echt net letterlijk klaar. Tenminste, net letterlijk een paar minuten geleden. Tenminste, toen ik net de vlog aan, tot jullie net zagen, dan was ik net echt klaar. Maar ja, even alles opgeruimd en wel. Statief staat daar trouwens nog steeds. Maar ja, heerlijk alles schoon. Oh, daar ben ik er blij mee. Heerlijk. Ik zat net te kijken naar een vlog en wat heb ik eigenlijk op een vlog ook heel veel laten zien dat ik schoonmaker ben. Maar ja, dat was niet de bedoeling. Maar ik vind het ook wel blij dat ik het heb gedaan. Ik ben natuurlijk benieuwd wat de begeleider ervan vindt. Het enige wat ik moet doen is eigenlijk afwas. Dat is echt het enigste. En zo ligt hier, kan je lekker rustig liggen. Dat ziet er ook heel strak uit. Dat is eigenlijk zo mooi. Ik kwam naar thuis en ik zie het. Het is. Eigenlijk, als je opruimt, geeft eigenlijk echt een rustig gevoel in je hoofd. Als je rommelig is, dan geef je ook in je hoofd rommel. Dan zie je ineens de random bij te bedenken. Dat is zo heerlijk om dit allemaal netjes te hebben neergezet. Daar ben ik wel super blij mee. Dat ik het toch heb gedaan. Alles is heel opgeruimd. Ik heb, zoals jullie gezien, de koelkast schoongemaakt. Ik heb de deur schoongemaakt. Wat heb ik nog meer? Het enige wat ik inderdaad moet doen, wat ga ik nog niet even doen. Eigenlijk wassen doen. Dat is het enige wat ik moet gebeuren. En over een paar minuutjes komt trouwens de begeleider. En even wasverzachten. Even deze erin doen. Zo, hoppakee. Die zit er ook weer in. Hoppakee, dat is één. En nou wasverzachter. En de volgende keer ga ik geen tabletten nemen, denk ik. Ja, wel tabletten juist nemen. Zo. En nu maar even lekker de was aanzetten. En dan nog een lekker relaxed op de computer voor FIFA. En wat ik heel vaak kijk is YouTube, maar ik heb alle YouTubers aangenaam gekeken. Dus wat ik ga nu doen, 1. Eerst even wachten op begeleider, want er is als ze boven is er maar 2, maar er komt er 1 langs. En toevallig tijd ga ik nu wat kijken en heeft oogappels. Ben ik wel meer hoe het eruit ziet. En ik zat even nog wel een beetje, klein beetje te editen. Niet heel uitgebreid, maar shots die ik heb genomen, even snel geëdit. En ik heb iemand gesproken die ik keer al ga als. Die ik hele lange tijd een keer af heb gesproken. En een keer langskomt. Oh ja, dat moet ik even meenemen. Naar mijn begeleider. Dat hout loslaat. En hele hout kapot gaat. Dus dat. Maar ja, nu maar even lekker relaxen. Wacht op begeleider. En dan nu even lekker oogappels kijken. En relaxen achter de computer. Henk, kan je? En toevallig doet dat lekker licht aan. Is wel beter. Kunnen jullie mij beter zien? Ja, ik kan jullie niet zien, maar jullie mij wel. Maar ja, in ieder geval nu even kijken. Zo, er waren trouwens 2 daarvan. Die ik terug kon kijken, heb ik allebei gekeken en het is al 9:30. Ja, wat ik nu ga doen, klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Morgen weer een dag natuurlijk. En gelukkig heb ik een beetje vlog al bewerkt.
Alleen morgenochtend weer verder. En ik weet toevallig hoe die er is. Maar in ieder geval, ik ga nu even lekker maar klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Afwas in ieder geval ook gedaan. En nu maar even hier maar lekker naar bed toe te gaan. Was opgevouwen. Oh, en lekker schoon bedje. Oh, ook al heerlijk. En Gaia die heerlijk ligt rustig te slapen. Zo schattig. Oh, goed. Hey, jongen. Boefie. Heb ik even van mijn kleine nagels geknipt? Was ik alleen vergeten om te vloggen? Hé, hey, Ganja. Je nagels lekker geknipt, hè? Maar ja, ik heb ook, ik weet niet hoe het komt, maar ik heb ook een hele schaal vond om mijn benen. Heb ik al een tijdje, heb ik al vergeten over te hebben. Maar dat komt omdat ik met mijn nagel eroverheen ga en daar over me open. Terwijl ik helemaal niet door heb. Maar ja, wat ik nu ook ga doen is lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. En lekker slapen. En voor je het weet is het weer te laat en dan gaat voor het eerst, dit hier nu weer. Ik ga nu lekker in bed in, lekker slapen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers een groene vlog om 1 uur. En zeg ik je bij laters. En dan ben ik bezig om klaar te maken voor dadelijk. PSV Feyenoord. In ieder geval, eerste was heb ik nog gedaan, dus heb ik werkkleren. Wat baal ik ervan?